Beste collega's, ik ben Bruno Gevaert, personeelsvertegenwoordiger en samen met Nico Nijsten, woordvoerder van het personeel van UCLL. Binnen UCLL hechten we veel belang aan de stem van al onze medewerkers. Via deze video willen we een overzicht geven van de bevragingen die we bij onze collega's afnemen. Wij zijn continu in beweging om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te optimaliseren. UCLL heeft hiervoor een kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt waarvan het verzamelen van feedback van medewerkers en studenten een belangrijk aspect is. Op basis van deze input weten we op welke sterktes we kunnen verder bouwen en welke aandachtspunten we moeten aanpakken. Als medewerker kunnen jullie input geven op verschillende manieren. Informeel, rechtstreeks aan collega's of leidinggevenden, of via ons als personeelsvertegenwoordigers en het invullen van bevragingen. Via bevragingen willen we alle medewerkers de kans geven om hun stem te laten horen en dit over verschillende aspecten. De komende periode staan 3 bevragingen gepland. Over UCLL als instelling, over de opleiding waarin je eventueel werkzaam bent en als laatste de welzijnsbevraging. De instellingsbevraging krijgen jullie binnenkort in de mailbox. Via deze bevragenlijst willen we nagaan wat jullie vinden van de verschillende voorzieningen en faciliteiten van de campus. Wat jullie vinden van de ondersteuning die beschikbaar is en wat jullie vinden van de mate waarin UCLL haar missie realiseert. De opleidingsbevraging gaat specifiek over jullie opleiding, over de beoogde doelen, het opleidingsprogramma, de begeleiding, het evalueren en het leren van de praktijk. Ben je lector? Dan krijg je in april de vragenlijst in de mailbox. De welzijnsbevraging staat bij de start van het volgende academiejaar gepland en gaat over het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. En waarom is het nu zo belangrijk dat we met z'n allen deze vragenlijsten invullen? Wel, omdat wij garanderen dat er effectief actie ondernomen wordt op basis van jullie feedback. Een voorbeeld. Zo werd het proces Moving Forward opgestart, waarbij we onze organisatie hertekenden op basis van de aandachtspunten die naar voren kwamen bij de vorige instellingsbevraging. Ik wil graag een oproep doen. Vul de vragenlijsten dus in. Na de kerstvakantie mogen jullie al een eerste terugkoppeling verwachten over hoe we met jullie input over UCLL als instelling aan de slag gaan. We hopen dat we op jullie medewerking mogen rekenen om de stem van alle medewerkers duidelijk te laten weerklinken.